bel, jullie zijn ook meteen stil. En dat komt, deze bel die werd gebruikt in de tijd rond 1900 toen Jet en Jan leefden. We gaan zo over Jet en Jan praten. Nou, dan ga ik weer bellen. Jullie zien hier allemaal een film, de camera staan, de meneer. En dat jullie worden vandaag. Jullie worden vandaag gefilmd. Nieuw Facebook, hè? Omdat wij hebben een film van Jet en Jan, die wij aan de mensen kunnen laten zien als ze vragen wat is dat voor een project. Dan kunnen we laten zien wat voor soort project het is. En de juffrouwen kunnen alvast van tevoren een beetje kijken. En die film die is al meer dan 8 jaar oud. En we vonden het tijd dat we die film eens een keer een beetje gingen vernieuwen. Nou, daarvoor dacht ik van als je op de film komt, dan word je eigenlijk een acteur. En wat zijn jullie nu vandaag voor acteurs? Jullie zijn eigenlijk allemaal Jet en Jan. Want jullie komen terug in de tijd van Jet en Jan. Ik ben Henk. En Jet en Jan, die leefden rond 1900 en die zagen er anders uit dan jullie. Is er iemand... Kijk, je ziet hier Jet staan, hè? Ja, hoe Jet staat. Is er iemand van jullie, is er een meisje die misschien wel vandaag de schort van Jet aan doet? Ja, nee, laat komen. Ja, de jas. Ja, en dan gaan we even kijken naar die schort. Jet, die heeft die kleren aan. Jullie zijn hier in een museum in de tijd rond 1900. En de rode draad in dit museum is dat de mensen geen elektriciteit hadden. En als je geen elektriciteit hebt, wat heb je dan allemaal niet? Noem eens iets wat je niet hebt als je geen elektriciteit hebt. Dan heb je geen elektrisch fornuis. Een gasfornuis kun je wel hebben. Verwarming. Verwarming. Een tablet. Een tablet. Een computer. Een computer. Maar, en dan ga ik even iets zeggen, ze hebben ook geen wasmachine. En die moeder van Jet, die moest de was doen. En die hadden ook niet 1 of 2 kinderen, maar die hadden 10 kinderen. En de moeder van Jet, die moest alles met de hand wassen. Dus die moest de hele dag goed haar best doen. Op maandag ging ze de was doen. Nou, je begrijpt wel, dat is heel veel werk. En daarom kreeg Jet niet elke dag of elke week schone kleren aan. Ze droeg de kleren wel 6 weken. Nou, dat ging dus natuurlijk, dan wordt het een beetje vies. En daarom kreeg ze wel elke week een schoon schort. Ze kreeg 6 weken lang de jurk aan. En elke week kreeg ze een schoon schort. Dan zag ze er toch altijd netjes uit. Dus... Dat hij past. Ja, hij past. Hij past, ja. Kijk eens, oh makkelijk. Nou, je haren erover, dan ben jij een echte mooie Jet. Ik wil Jan zijn, ik wil jou Jet. Waar zijn jullie, ja? Leuk hoor. Nou, ga maar zitten, Jet. Is er nog iemand die een schort aan wil? Een Jet willen? Een jongen, dat kan niet. Want de jongens die hadden andere kleren aan en de jongens kleren die heb ik niet. Ja, luister alleen, ga staan, want ik denk, hij is misschien wel een beetje... Ja, papa is... Ja hoor, gaat goed. Oh, staat jou ook heel leuk met je zwarte haren. Heel leuk. Ja, het staat leuk bij jou, Leer. Ja, joh. Kijk, de hele dag aan. Jouw schot is ietsje anders, want jij hebt niet zo'n kapje hier aan de mouwen, maar ja. Nog even, want nu ga ik even toelichten wat jullie hier in het museum komen doen. En er zijn 2 dingetjes die heel belangrijk zijn in het museum. 2 regels. En regels zijn nooit zo leuk, maar toch moeten we die wel afspreken met elkaar. Je mag hier niet gillen en je mag hier niet rennen. Dat zijn 2 belangrijke dingen. Dus gewoon rustig lopen, niet rennen. En gewoon praten tegen elkaar, niet gillen. Afgesproken, hè? Ja. Nou, dan gaan jullie straks eigenlijk leven zoals Jet en Jan. We hebben het al over de was gehad. Jullie gaan straks ook wassen. Net zoals de moeder van Jet en Jan die de was deed. Zo met de hand en met de hand over, en met een vinger draaien, dat gaan jullie doen. Nou even over Jan, want we hebben steeds over Jet. Even over Jan. Wat moest Jan doen als hij aan school kwam?
Melk kopen, eieren kopen. Heel goed. Hij moest voor zijn moeder, hij moest werken, dingen verkopen als ze dingen verkochten, bijvoorbeeld eieren als ze kippen hadden. Maar hij moest ook naar de winkel. Weten jullie hoe die winkels eruit zagen? Nou, die waren heel anders dan nu. Als je nu naar de winkel gaat, ga je bijvoorbeeld naar de Jumbo, dan kan je alles kopen. Suiker, koffie, thee, let maar even op. Suiker, koffie, thee, alles kun je dan kopen. Maar Jan, die ging naar de winkel, er waren allemaal hele kleine winkeltjes. En dan kwam hij, ging hij koffie halen. Ging hij dan zo'n paar koffiebonen halen? Nee. Die koffiebonen, die stonden in een pot. En die meneer, die moest die koffiebonen wegen. En dan zei Jan, zei dan, hoeveel koffiebonen wil jij hebben, Jan? 10.000. Nou, gram, hoeveel gram? 50. 50. Ja. 5000, dat is veel te veel. 50 gram koffiebonen. Nou, dan moest je meneer, die moest dan die koffiebonen gaan wegen. Jullie gaan straks ook wegen. Oh, yes. Dan kwam Jan thuis met die koffie en dan zei zijn moeder, ga de koffiebonen maar even malen. Want die kon, ze had geen senseo met petjes, met koffiepetjes. Nee, ze moesten die koffie, daar moesten ze eerst nog, van die bonen moesten ze eerst nog koffie malen. Dat ging met een maler en dan een koffiebonen malen en daar ging die koffie in en dan werd het hele fijne poeder. Je hebt ook zo'n drinkje, dan moet je van die bonen in en dan kan je een graadje. Nou, als je koffie raakt, dan ga je sokken heel makkelijk kapot. Dan gooi je ze weg. Ja, ik ook. Ik gooi ze ook altijd weg. Want ze zijn zo goedkoop. Maar de moeder van Jet en Jan, die gooien ze niet weg. Die deed net zoals haar oma. Die ging ze naaien. Nou, jullie gaan ook straks gaten in de sokken maken. Ja, en dan nog één ding. Dan gingen ze nog naar school. Hè? Jullie zijn nu ook naar school. Jet en Jan gingen ook naar school. De juffrouw was een hele andere juffrouw dan nu. De juffrouw was een non. En als jullie straks in het museum rondlopen, dat wil ik ook vertellen, als je van de ene opdracht naar de andere gaat, dan kom je echt overal in het museum en dan moet je gewoon goed rondkijken. Je moet niet alleen maar naar de opdracht lopen, zo van, ja, ik ga koffie halen. Nee, je komt onderweg, kom je langs hele mooie dingetjes. Langs een woonkamer, langs een keuken, langs een drukkerij. Kijk goed rond. Je komt ook naar een schooltje en in een schooltje zie je de juffrouw staan. De juffrouw zoals ze er vroeger uitzag. En de juffrouw was de non. En dan moet je maar eens goed kijken hoe die eruit zag. Maar we hadden het over de school. Jet en Jan waren op school. En Jet en Jan gaan vandaag ook naar school. Dus jullie gaan straks ook naar school. En jullie gaan op school gaan jullie schrijven. Waar vinden jullie dat dit op lijkt? Ja? Een krijtbochtje. Maar het is een lijn. Waar vind jij dat het op lijkt? Ja. Maar waar vind je dat het nog meer op lijkt? School. Waar lijkt het op? Ja, ja. Op een tv beetje. Nee, op een schoolbord. Op een iPad? Ja, dat zijn jij. Het lijkt op een dubbel. Alleen. Alleen, en dat is, we hebben geen elektriciteit, dus er zit geen gaatje in en geen snoertje. Ik kan hem niet opladen. Nee, als die vol is, als ik geschreven heb en alles is vol, dan moet ik gewoon alles uitvegen. En dan begin ik weer opnieuw. Nou, jullie gaan straks, net zoals Jet en Jan, ook schrijven. Met dezelfde letters als Jet en Jan. En dat was eigenlijk een beetje wat jullie gaan doen. Zo, nog later. Dan ga je het zo wassen? Ja, wacht even. Ik ben naast me. Ja? Dus hier, pak deze maar. Niet allemaal eentje, want ieder heeft een koek niet eentje nodig. Oh ja. Want Sjalt en Jan moeten wel schone kleren hebben. Ja. Dit is klaar. Ja, dit is echt. Ik voel het gewoon net aan hoe het net gewoon uit de wasmachine komt. Ik ben. Ja, nou, dan kunnen we een andere kant. Hoppatee. Ja, geen. Ja. Ja. Helemaal niet. Ja, zou je normaal buiten kunnen spelen, maar... Het is ja, het is geen... Ik zei dat ze een vijfje hebben. Ja, ze hebben iets uitgelegd hier. Ja, ik zit er niet. Je soort van buiten. Ik kan het niet lopen.
Mama, schrijf je zo goed? Kom bent. Met potlood is makkelijk. Maar ik heb alles al geschreven. Ik schrijf nog een keer. Je uitvegen. Poppin. Hier ligt de baby poppin. Hier ligt de baby poppin. Zo schrijf je. Heb je Job al geschreven? Oh ja, Job. En dan weet jij? Lin. Lin. Lin Huisman. Huisman. Ik ben de sokken aan het draaien. Nee, stoppen. Kun je nou eens gebruiken? Deze? Nee, die. Moet je deze erin doen? Ja. En dan... Tot erbij zitten. En dan... Hier zo. Moet je hem zo... Kijk, bij een gat. Oh ja, bij een gat, hè? Ja? Ja, bij een gat. Dan blijft hij zo. Ja. Als die dan erin zit, ja, blijft hij... Het erg groot, beetje, hè? Ja. Dan blijft hij een beetje bol, net als hier zo. En dan kan je hem goed eroverheen breien. Ja, maar het is wel stoppen, niet breien, hè? Wat doet mama met jouw kousen? Die gooit je gewoon weg in de kousen. Ja. Ja. Nou, dan is deze rechts. Als je op het knopje kan je iets laten bewegen, hè? Dan gaat het. Vogels. Vogels. Daar gaat er een vogeltje. Oh, kijk. Dit is echt leuk. Ja. Je hebt dat koffie, hè? Ja, neem de zak er gewoon mee. Oh. Weet je dat het jas uit al dichtgeklemd. Omdat het er maar eens uitvalt. Ja, maar ik kan ook nog meer maken. Hè, maar dan het schaar kan je wat laten schaatsen. Nou, denk je dat het klaar is? Mag eens? Ja, draaien. Ja, goed zo. Ja, zo is het goed. Nou, en dan zet je neer en dan doe je voorzichtig. Deze is denk ik iets moeilijker. Trek hem eruit en gooi je wel voorzichtig hierin. Oh, dit is echt mooi. Dan schrijf ik jouw naam erop. Ik wens, ik kan niet wachten. Die wil nog een keer. Ja. Zo, Alexie. Kijk, dat is goed. Dan schrijf ik jouw naam erop, Alexie. Als je dat ook laat, kan... Kom er dadelijk nog wel bij, hè? Jason heeft ook een zakje nou. Ja, dan is je klaar. Ik heb echt veel, Jason. Goed. Wegen. Ja, 100 gram. Nee, de bellen zou ik zo net gegaan worden. Bonen, echte? Ja. Nee, echte. Ja, hij is in evenwicht. Ja. En hoeveel gram heb je nou? 100. Ja, nu wel. 100 gram? Ja. En is 100 gram een? 1 ons. Oh, 1 ons. Zeg het eens, zeg het nog eens. 1 ons. Is gelijk aan? 100. 100 gram. Ik denk dat net bij...
leuk. Hij gaat er 200 gram bruin worden. 200 gram? Oh. Ja. Dat is iets te veel. Hij vindt ze zo lekker. Eet je wel eens bruine bonen? Ja, ja, dat vindt ze lekker. Lekker, hè? Ik doe maar 100 gram. Ja. En dat is nog 60. Klopt, ja, dat is duidelijk. Dit weegt wel, maar dit echt niet. Ja, die echte lijken meer, hè? Hij komt nog niet in beweging, hoor. Nee, maar we moeten dadelijk naar buiten. Nee, hier. Nee, we moeten dadelijk naar buiten. Ja, de wasserij. De wasserij, ja. Daar mag je kleren en luiers wassen, Alexie. Vroeger. Tot toen. Dat ik niet kan om je binnen doen. Dat hebben allemaal naalden, hè? Oh ja. Oké. Gewoon heel voor je. Goed zo. Keurig. Ik ga het hierin doen. Kijk, Jezus, ook in de vroeger, hè? Als je dan in... Dan sta je helemaal zo gewogen worden. Oh, 500 gram. Ga hem nog meer. Ja, dat mag je. Ja, dan ga je zo. Dat is toch geen mannenwerk? Nou, dat zal best goed. Nou ja, dat zou moeten dan. Hey. Zie je dat? Hey. Wat ben je nou aan het doen? Zie je dat? Zo. Ja, en als je zo verder gaat? Hè? Aan het stoppen. Nee, aan het stoppen. Een gat stoppen, een gat dicht stoppen. Ja, met een paddeltje. Ja, een gat. En de andere zei, ik ben aan het breien. Dat klopt natuurlijk ook niet, hè? De kous is wel gebreid. Maar als er geen gat komt, wordt het dicht gestopt. Stop, ik ben aan het stoppen. En dan ga je op en neer en dan maak je... Dit is voor mij. Ik heb deze dicht. Is die dicht? Ja, ah, de gaten. De gaat wel erg groot, hoor. Ja, je moet echt een beetje fatsoenlijk zo klaar. Dat je nu vanaf deze kant en dan ga je onder, boven. Kan je even een nieuwe naald erin doen? Want dit gaat niet goed zo. Namelijk. En dan ga je nu precies op de andere manier terug. Dus waar je nu ga je, ben je onderlangs gaan, ga je bovenlangs. Oké, maar nee. Onderlangs, bovenlangs. Ja, zo, en dan ga ik terug. Papa, ja? Nee. Eigenlijk is het een slaapkast. Zie je? Lekker donker en lekker warm. Zo sliepen ze dan. En dan sliep het kindje die de borstvoeding kreeg, die sliep ook nog bij moeder. Zie je? Hier ligt ze in de armen. En boven in het kribje, hier ligt ook al een kindje. Want ze krijgen elk jaar een kind. Dit kindje is al een beetje groter. Die ligt hier in het kribje te slapen. En dit kindje, waar moet u nou slapen? Bij de moeder. Ja, maar als je moeder echt zelf ook wil gaan slapen, naast moet je babytje ook slapen. Naast haar. Nee, want vader komt naast haar liggen. Die is nu overdag is die op het land aan het werken. Maar vannacht komt vader naast haar liggen. Waar moet hij dan slapen? We hebben geen plaats meer voor dit babytje. Weet je wat? We schuiven die gewoon hieronder. En dat is het ondergeschoven kindje. Jens moet de sok van Jan stoppen. Wat oneerlijk, hè? Maar Jan moet weer andere klusjes in het huishouden doen. Jij gaat nu ook een sok stoppen. Pak een stoppaddenstoel en een stopnaald. Naald. Oh god, dit is eng. Moet ik een naald? Knip een stukje wol af. Je wacht even, hier een knoopje, maar deze is al dicht. Al klaar. Oké. Doe de naald, doe de draad in de naald. Oh god. Wacht heel even, waar is de sok een beetje? Dit is eng. Oh, moeilijk. De sokken moeten niet lelijk zijn. Ik ga deze gat vullen. Ik weg. Ik ga het sokje zo bij je tenen doen. Was je paddenstoel? Je paddenstoel erin in je sok doen? Ze doet het gewoon zo. Oh, ze doet het gewoon zo. Uit de hand. Ja. Wat wel zit iets. Ja, dat moet wel netjes gebeuren, hè? Twee dingen. Er is een naald op. Jullie zijn negen. Naald tot de grond. Uffie. Ja. Dit is een hele sterke geur. Ja. Ja, jij bent klaar. Ja. Als je niet meer... je hoort het, hè? Dat is malen. Bij mij... Jij ook? Ja. Bij mij ging dat ook heel goed. Als we het tot kwamen, moest je eerst tot niet malen. Nee. Dat is toch leuk? Nou, niet alle dagen. Nee. Met een lieve voetballer. Kijk nu eens op het blad met het leesplankje. In 1910 waren dit de eerste woorden die Jet en Jan leerden schrijven. Zit er een woord
blij dat jullie ook op school geleerd hebben. Jullie mogen nu zelf met de griffel op het lijntje gaan schrijven. In de mooie letters die Jet en Jan vroeger leerden. Pak een lijntje en griffel en blad met schoonschrift en een blad met, met het leesplankje. Kijk goed naar het voorbeeld met schoonschrift. Schrijf boven aan het lijntje je eigen naam in de letters zoals je op het voorbeeld ziet. Schrijf daarna zo netjes mogelijk de woorden van het leesplankje over. Maak het lijntje aan het eind schoon met de borrelwisser. Kom daar al niet op. Nee. Ja, we gaan het over. Hè. Ja. Zo. Nou, zo'n paar op de filmkast. Kijk, Jan. Ja, ben je het schrijven? Ja. Wat? Ik ben... Je naam? Ja. En wat is je naam? Brit. Even, waarom is het kite? Nu word je echt populair, Brit. Dan laat ik deze even afwachten. Nou, net stoppen, hè. Ik wil netjes mijn sokken terug hebben. Ja? Want ik wil verzoenlijk over straat lopen. Dan laat ze me op straat, laat ze me uit. Dan zeggen ze, hé, je moet die meneer zien. Die sokken zijn helemaal verkeerd gestopt. Deze voelde perfect, hè. Dan kon je bijna niet zien dat ze gestopt waren. Daar namen ze alle tijd voor, hè. Deze de avonturen. We hebben wel de verkeerde kleuren. Ja. En deze allemaal in de avonturen. Dan zie ik een tv. En dat deze de tijd doorbrengen met stoppen. Sokken stoppen. En mooi borduren. En borduren, breien, alles. Ja. Haken. Ja. Spreien, haken. Heeft iemand een bedstee gezien? Ja. Goed zo. Wat is een bedstee? Jij hebt hem gezien, dan kan jij het ook vertellen. Wat is een bedstee? Waar de moeder ligt in met een baby. Ja, nee, eigenlijk een kast, hè? Een bedkast waar moeder in ligt. Hoeft niet per se met een baby, maar waar de mensen vroeger in sliepen. Een bedkast. Kinderen sliepen ook wel eens in een bedkast, in een bedstee. Maar heeft iemand van jullie Willem van Duven voor je gezien? Heeft iemand Willem van Duven voor je gezien? Nee. Nou, dan gaan we allemaal de vingers weg. Dan gaan we even heel rustig doen. Niks zeggen, dan gaan jullie even met mij mee. Zie je, die is pas hier gekomen. Dit was de heer van Oostenrijk. En jullie school staat in Bloemenberg. En vanaf bij je opstond in de ruïne, Osse Toren. Ja. En de heer van Oosterhout woonde op dat kasteel. En dat was deze meneer. En die heette Willem van Duvenvoorde. En hier staat hij bij de poort van zijn kasteel. En hier gaat hij op valkenjacht. Ja. Doe maar even de vinger. Hier gaat hij op valkenjacht. Hij is klaar om op jacht te gaan. En het is een hele bijzondere, het is een heel bijzonder schilderij. Want je ziet de valk, zie je dat hij de valk op zijn arm heeft? Ja. Een valk is zo'n roofvogel waar je ook wel een show mee hebt. Hè? En die zie je daar ook, die heeft hij klaar. En hieronder zie je iets heel bijzonders. Hier staat zijn naam, Willem van Duvenvoorde. En daar staat het wapen van Oosterhout. Dat wapen staat ook op het schilderij. Alleen staat bij dat onderste wapentje staat een streepje door. En weet je hoe dat komt? Willem van Duvenvoorde was niet een echt kind van zijn vader en zijn moeder. Was, dat noem je een bastaardzoon. Je zou nu zeggen een aangenomen kind, een onwettelijk kind. Zijn vader en zijn moeder waren niet de echte vader en moeder. Hij was een bastaardzoon. En daarom staat er een streep door.
Maar later hebben ze hem toch officieel echt de heer van Oosterhout benoemd. En heeft hij altijd in een mooie kasteel gewoond. Totdat er op een gegeven moment een hele grote overstroming kwam. En toen kwamen er ook nog oorlogen, de Hoekse en de Calvinausche twisten en de overstroming. Overstroomde alles waar jullie school nu staat. Was helemaal water, dan kon je met een boot varen. En toen is Willem van Duvenvoorde ook overgekomen. Nou, hebben jullie een echte schat? Nou, dan gaan we. Nu hebben jullie dus echt een stukje van het museum gezien. En dat is het buitenpark. Dat komt. Wij hebben buiten een heel groot miniatuurpark, eigenlijk een soort Madurodam. Maar dat is nu niet te bekijken, want de miniaturen zijn allemaal naar binnen. Dat doen we altijd in de winter. Maar als jullie het leuk vinden, moet je van de zomer na april nog eens een keertje terugkomen en hier in het museum komen kijken. En dan kun je ook dat park nog een keer zien. Ja. Nou, jullie hebben van alles gedaan. Jullie hebben geleefd als Jet en Jan. En sokken gestopt, koffie gemalen, koffie gewogen, spelen, buitenspelen, wassen en hier lijstschrijven. Nou, dat was. Stel je voor dat jullie van jullie eigen spulletjes iets moeten bewaren waarvan je denkt dat er dat over 100 jaar niet meer is. Wat zou je nou. Nee, dat is van andere mensen. Ik ben nog geen 100 jaar. Nou, ik ben nog geen 100 jaar, maar mijn moeder, die was wel in die tijd. Dus het is wel goed dat jullie weten welke tijd het was. Mijn ouders leefden in de tijd van Jet en Jan en die hadden nog niet altijd elektriciteit. Mijn moeder heeft het nog zo gewassen zoals jullie nou vanmorgen hebben gedaan. Maar wat gaan jullie bewaren uit jullie tijd? Stel je voor dat over 100 jaar, nou noemen ze een naam voor een kind van over 100 jaar, ja? Pikachu. Blackjen. Blackjen en Pikachu. Nou, Blackjen en Pikachu, die komen over 100 jaar, komen ze in jullie museum kijken. Wat staat er dan in? Wat staat er dan in? Gaan die blikken? Ja? Dat zou kunnen, maar die heb je nu al. Ja? Wat zeg je? Zo'n eentje die je gewoon. Dat je dan iets zegt bijvoorbeeld en dat. Ja, en dat hij de was doet. Dat denk ik ook. Ik denk het wel, dat er gewoon. Er staat gewoon een kast. En dan komt vanuit je slaapkamer komt er een tunnel. En dan gaat de was allemaal naartoe. En je zegt gewoon de was doen. En dan gaat hij gewoon aan. Ik denk het ook. En ik was zaterdag op een grote studiedag, want we gaan ook nog wel naar school als je ouder bent. En toen was ik op een soort school en daar was een robot, een echte robot. Maar er was ook een keuken en er was een arm in die keuken en die pakte gewoon een kom en die ging malen en die ging eten koken. Als je thuis kwam was er al het eten klaar. Nou, en ik denk misschien dat dat over 100 jaar gebeurt. Weet jullie nog iets wat over 100 jaar anders zal zijn? Ja, weet jij iets? Nee? Bedenk eens dan. Beetje nadenken, dan weet je het misschien wel. De wereld. Wat zal over 100 jaar anders zijn? De wereld. Ja, maar ik moet één dingetje hebben, want de wereld is geen museum. Afrika. Ja? Technologie bijvoorbeeld, waar je hoofd hebt, dat je zo aan je andere technologie bloemen, dat je zo hard zo van die dingetjes kan pakken. Dat je zelf een soort robot wordt. Ja. Misschien krijgen wij wel een chip in onze arm. Net zoals nou de honden al hebben, die hebben al een chip in hun arm. En misschien krijgen wij die later ook wel, dan hoef je nergens meer. Met je mobiele telefoon. Denken jullie dat ze nog mobiele telefoons hebben over 100 jaar? Ja! Nou, ik denk het niet hoor. Nee. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat die gewoon in je oor zit. Een iPhone 97. Nee. Ja, weet ik. Zo'n iPhone Watch. Nou. iPhone 97. Allerlei fantasieën. iPhone 1000. Fantasieën over hoe het over 100 jaar zou kunnen gaan. Waar werkt jouw moeder? Oh god. Nou? Bij een snoepwinkel. Nee, een snoepfabriek. Een snoep,
fabriek. Werkt ze op de Vijf Eiken, weet je, in de stukvoering? Of weet je dat niet, ja? Ben jij de moeder? En werkt u in de... Werkt u in de snoepfabriek van meneer Spijkervet? Ja. Oosterhout is heel bekend geworden door Willem van Duvenvoorde. Maar daarna is Oosterhout heel bekend geworden door het snoep. En hoe komt dat? We hebben heel veel grote snoepfabrieken gehad. Joodse, Rens Joodse, en dat is later dan nou de fabriek geworden. Maar ook nog andere, Smits van Geels, ook was ook een snoepfabriek. En die snoepfabrieken die waren in Oosterhout zo groot, omdat hier heel veel suikerbieten in de pommel stonden. En daarom komt dus heel veel van de suiker maak je zo eenmaal snoep. En in snoep zit heel veel suiker. Nou, dat is meteen al waarom je denkt van, is dat nou wel zo slim, al dat snoep hier in de winkel? Nou, ja. Mensen vinden snoep heel goed. En de meneer van die snoepfabriek waar die mevrouw werkt, die is hier geweest. En toen hadden we daarover gepraat. Mogen wij nou wel aan de kinderen al dat snoep geven? En toen zei hij, ja hoor, gerust. Maar je moet er wel altijd bij zeggen, als ze gesnoept hebben, dat ze hun tanden moeten poetsen. Nou, en nou zou ik kunnen zeggen, nou hebben jullie zo goed geluisterd en zo goed opgelet, nou zou ik eerst een applausje voor jullie zelf. Dan is het niet mogelijk om hier op bezoek te komen zonder jullie ouders. Dus ook een applausje voor jullie ouders. Denk ik. Oh, dat is wel heel leuk. Ja, heb je allebei de dingen? Ja. Allemaal hetzelfde. Ook gaat hetzelfde in. Er is voor iedereen aan mij. Wat is het? Ja, zee. Dan genoeg. Ja, zee. Oh, van de zee. Ja. Nou, dat kan je zien. Nog beter tot ziens. Misschien tot ziens, hè? Misschien komen jullie er wel. Leuk, bedankt. Ja, tot ziens. Bedankt. Nou, tot ziens, hè? Totdat je weer helemaal geïnteresseerd komt. Dankjewel. 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 Tot volgend jaar weer, hè? Ja. Ja, en als we de boom... De boom weer roepen.